Ja, goedemiddag allemaal. Volgens mij zijn we live, als ik me niet vergis. Welkom bij dit webinar van Heutic ICT samen met de APS IT-diensten. We gaan het vandaag hebben over de voorbereiding op de nieuwe Microsoft-overeenkomst. En daarnaast een klein stuk over waar Heutic ICT specifiek mee bezig is op het gebied van Microsoft en de dienstverlening daaromtrent. Misschien even goed om een klein voorstelrondje te doen. Een aantal mensen in de chat, maar ook een aantal mensen hier in de studio in Hengelo verzameld. We beginnen bij Menno. Ja, goedemiddag. Menno Smits, APS IT-diensten. En blij dat ik hier vandaag bij Heutink te gast ben om wat te vertellen over hoe het werkt met het Microsoft-licentiepakket. Ook in relatie tot de samenwerking met Heutink ICT. Dus dank je wel daarvoor, Ja, Robert. nou, fijn dat jullie de tijd hebben willen maken. Daarnaast hebben we Jesselyn nog in de chat zitten, die zal wat vragen beantwoorden die daar gesteld worden. Misschien goed, Jesselyn, dat jij jezelf ook nog even kort voorstelt. Nou, welkom allemaal bij het webinar. Ik ben Jesselyn Harreveld, ik ben Microsoft Product Specialist bij APS IT-diensten. En ik zit dus vandaag live bij jullie om vragen te beantwoorden. Dus mocht je met vragen zitten, stel ze gerust. Helder, top. Laatst nog even iets over mezelf. Mijn naam is Robert. Ik ben binnen Heutic ICT commercieel verantwoordelijk voor de verkoopafdelingen en onze tenderdesk en training en advies. Een jaar of 12,5 in diensten inmiddels. Ik ben blij dat ik jullie vandaag mag meenemen samen met Menno tijdens dit webinar. Wat gaan we dan precies doen? Even kort door de agenda. Als eerste dus de voorbereiding op de nieuwe licentieovereenkomst. Menno gaat jullie wat meenemen in hoe werkt het dan nou precies met die overeenkomst, wat zit daarin? En als laatste daarin, wat kun je nu eigenlijk al doen ter voorbereiding op die nieuwe overeenkomst? Wat handige tips en trucs. Jesselyn zal in de chat ook wat links delen naar documenten die APS voor jullie heeft klaargezet, waar jullie alvast mee aan de slag kunnen. En als tweede punt pak ik de update op vanuit Heutic ICT. Eerste puntje waar ik jullie graag in wil meenemen is het stukje fora. Voor de bikkers onder ons in de chat en in de sessie, wellicht een bekende terminologie. Voor een aantal mensen misschien ook onbekend. Maar fora is iets wat kennis net ontwikkeld heeft. Het heeft te maken met hoe richt je nou eigenlijk op een goede manier je ICT in. En wij willen jullie toch even kort meenemen hoe Microsoft, Heutic ICT en APS tegen dat fora stuk aankijken. En hoe wij zorgen dat jullie eigenlijk al een soort van fora compliant zijn. Tweede bullet is Windows 11. Staat natuurlijk op het punt van lancering. Ik denk goed om daar even bij stil te staan. Wat betekent dit voor jullie? Wanneer mag je dat verwachten? En wat gaan wij daar als Heutic ICT in betekenen voor jullie? En de derde bullet gaat over Digital Skills for Kids. Daar hadden we natuurlijk al een Google variant van, maar inmiddels mogen we bekendmaken dat we daar ook een Office variant van hebben. Dus Office 365 voor Kids. En willen jullie eigenlijk ook kort meenemen wat we daarvoor gedaan hebben. Zodat je ook gewoon kan kijken, wellicht is dat iets wat op mijn school of binnen mijn bestuur gaat passen. En dan ga ik hem nu overgeven aan jou Ja, volgens mij. wij Dan gaan, mag wij jij, gaan wij wisselen van gaan een switch positie. doen. Dat is de grote truc. Maar dat zien de kijkers thuis niet. Want de slides staan ervoor. Ja, nou, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ik heb me voorgesteld, dus we gaan gewoon de inhoud in. En Jesslyn, jij vraagt je wellicht af, want dat hadden we je nog niet verteld, over welke documenten had Robert het. Maar dat merk je op het einde wel, wat jij even in de chat moet doen. Dus maak je je daar geen zorgen over. Maar dat hadden we net even besloten, vlak voordat we live gingen. Dus even kort over APS IT-diensten en over het Microsoft basispakket. Even over ons, onze geschiedenis. We bestaan inmiddels 27 jaar, 6, 27 jaar. En zijn ooit opgericht begin jaren 90. Tijdens, je had het Print Comenius project. Er werden allemaal hardware de scholen ingebracht. Maar wat we merkten, de prijs van softwarelicentie stond de digitalisering van het onderwijs in de weg. En toen heeft de oprichter van APS IT-diensten is de samenwerking gaan zoeken met de universiteiten, de UMC's, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, de MBO's. Van jongens, kunnen we met elkaar optreden richting softwareleveranciers om die prijzen te drukken, om zo de digitalisering in het onderwijs aan te jagen. Nou, dat is eigenlijk waar we uit voortkomen en eigenlijk ook gelijk onze missie. Want dat is wat we vandaag nog steeds doen, samen met deze partijen voor het hele Nederlandse onderwijs. In overleg, in onderhandeling op sommige momenten ook met vooral grote buitenlandse leveranciers. Om te zorgen dat ICT goedkoop is en dat iedereen in het onderwijs over dezelfde hoogwaardige ICT kan beschikken. Zodat er geld overblijft en wat echt belangrijk is, dat is lesgeven, dat is innovatie. Nou, en wij als APS IT-diensten in dat grote consortium met die universiteiten en UMC's hebben wij het hoekje. Primair onderwijs en speciaal onderwijs. En daarvoor verzorgen wij over het algemeen de licenties. Nou, we hebben een enorme Microsoft-sticker op ons voorhoofd zitten.
Maar we hebben nog 40, 50 andere contracten. Dat is wat we nog meer doen. Werkt ook gewoon in de Google-omgeving, grappig genoeg. Dus we zijn breder dan alleen Microsoft. Maar Microsoft is wel ons bekendste contract. En ook het contract waarom we hier vandaag zijn. En over dat contract wou ik wat vertellen. En dan gaat het vooral over het basispakket. Want iedereen sluit bij ons een basispakket af. En de huidige overeenkomst die in 2018 is gestart, loopt eind dit jaar ten einde. En gaan we vernieuwen. En dat betekent dat jullie van ons binnenkort, misschien duurt het wat langer. We zijn er gewoon nog niet uit op dit moment. Daarom ook ter voorbereiding. Maar ergens de komende maanden van ons een brief gaan krijgen van jongens, je moet het contract verlengen. En soms is dat heel laat in het jaar en zijn jullie al vreselijk druk en soms gaat het best om groot geld, dus levert dat ook wel wat stress op. Daarom nu alvast, en nou ja, nogmaals dank Heutink voor de uitnodiging om dat verhaal te vertellen, nu alvast wat kun je doen ter voorbereiding en hoe zat het ook alweer? Je sluit bij ons een basispakket af en dat zit helemaal vol met allerlei technologie. En hoe wij daarnaar kijken is wat wij een belangrijk principe vinden is dat dat pakket zo'n 95% van de vraag van zo'n 95% van de scholen afdekt. Dus we zoeken echt naar de grote gemene delers. Nou, op dit moment kun je wel bedenken dat is Windows, dat is Office, dat is Office 365. Er zijn ook scholen die gebruiken Dynamics, er zijn ook scholen die gebruiken Visio, maar dat is maar een klein aantal. Dat vinden we dus niet een basispakket. Dus het is heel belangrijk, we zoeken altijd naar de grote gemene deler, zowel aan de inhoudskant als aan de scholenkant, om het zo maar te zeggen. En daarop sluiten we dat af. Daarbij, dan spring ik even naar de derde bullet, gaan we in principe alleen voor geaccepteerde technologie. Dus geen spannende, innovatieve dingen waarvan het nog maar de vraag is of het wel goed werkt, waar je vroeger bluescreens van zou krijgen. Nee, vooral geaccepteerde technologie waarvan we weten dat die werkt. En toch proberen we er altijd één vernieuwend dingetje in te stoppen. En in het huidige pakket was dat bijvoorbeeld Teams. Iedereen zou denken, vernieuwend, daar hebben we zoveel mee gewerkt. Maar 4 jaar geleden kende niemand dat nog en hebben we dat er toch als vernieuwing bij gestopt. Nou, dat dat zo belangrijk was, konden we natuurlijk toen niet bevroeden. Soms heb je mazzel, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel het idee ook altijd een beetje vernieuwing om de innovatie gaande te houden. Nou, een heel ander belangrijk principe, en dit is een principe waar ook wel eens wat onduidelijkheid over is. Dat is dat wij verkopen gek genoeg eigenlijk geen licenties aan jullie. Dat klinkt misschien raar, maar dat is echt waar. Wij verkopen geen licenties. Wat we verkopen is een abonnement met toegang tot heel veel Microsoft-technologie. En dat abonnement rekenen we met jou af op basis van het aantal medewerkers wat je hebt. Het is een soort van all you can eat, zou je kunnen zeggen, waar heel veel in zit. Er zijn scholen tegen die bij ons komen en zeggen, joh, maar ik heb dat allemaal niet nodig. Ik wil alleen deze licentie. Zeggen, dat kan ook, dat kan via de additionals. Of, ja, dan moet je niet het basispakket nemen, dan moet je gewoon losse licenties kopen. Maar dat zijn hele andere kanalen en dat doen wij niet. De losse dingen die wij verkopen zijn altijd add-ons op dat abonnementsmodel. Je koopt dus bij ons toegang tot die hele technologie-stack, zou je kunnen zeggen. En dat rekenen we af per medewerker. Had ook op basis van het aantal stoelpoten kunnen zijn. Vierkante meter raamoppervlak, dat doet er niet toe. Er zijn scholen die zeggen, ik gebruik het maar voor 5 mensen. Ja, maakt niet uit. Je koopt bij ons het abonnement. En met dat abonnement heb je eigenlijk vrij spel met alle technologie voor al je medewerkers en al je leerlingen. Dat is ook heel een belangrijk principe. Het is voor medewerkers en leerlingen. En een ander belangrijk principe is, het is voor op school en je koopt ook voor thuis af. Dus eigenlijk, je hebt een abonnement om alles te gebruiken op school en je leerlingen en de ouders ook thuis. Wel zo handig met het Digital Skills initiatief voor leerlingen, waar Robert het zo meteen over gaat hebben. Dat is gewoon afgedekt onder zo'n pakket. Kinderen kunnen thuis ook oefenen. En daarvoor hebben we dan Schoolspot, zodat de scholen niet zelf die licenties hoeven te geven. Maar ik geloof dat je daar voor €4 een leerling bij ons dan de Office licentie op kan halen. Want de school heeft daar al voor betaald. Dit zijn dus het allerbelangrijkste principe. Je hebt een abonnement en dan kun je doen wat je wil.
Nou, en een ander belangrijk principe is, er zijn mensen die zeggen, ja, jullie doen langdurige contracten. Het huidige contract was 4 jaar. Het volgende wordt misschien wel 5 jaar of weer 3 jaar. Dat weten we niet. Maar het belangrijke principe is, het zijn langdurige contracten. Waarom langdurig? Microsoft, maar dat geldt ook voor onze andere leveranciers, Adobe, hetzelfde verhaal, zijn beursgenoteerde bedrijven. En die zijn bereid korting te geven in ruil voor langdurige commitments. Want dat is goed voor hun beurskoers, langdurige commitments. Als ze weten dat ze over 3 jaar al zoveel gaan verdienen, dan gaat de koers omhoog. Dus het is een soort van ruilhandel. Wij zeggen we gaan 5 jaar zaken doen, 4 jaar, 3 jaar zaken doen. Dan zeggen zij prima, gaat de prijs omlaag. En het tweede belangrijke punt hierin is de enorme massa die we hebben. We doen dit met het hele Nederlands onderwijs. Ik zei al, de grootste UMC's met zelfs miljardenbegrotingen tot de kleinste basisschool, die wordt bedreigd door opheffing. Alles zit erin en dat enorme volume zorgt er ook voor dat we die kortingen krijgen. Dus dat grote volume in combinatie met dat lange termijn commitment, dat is ook een heel belangrijk onderliggend principe onder dat basispakket. Als je zegt, ik wil dat allemaal niet, ik wil maar voor 3 mensen en maar voor 1 jaar, dat is prima, maar dan moet je het elders kopen. Dat past niet in die principes van het basispakket. Maar daar zijn andere kanalen voor. Dit zijn denk ik de belangrijkste principes voor het basispakket. Ik weet niet, Jesslyn, ik kan de chat niet zien, maar zijn er vragen die we even zouden moeten behandelen? Ja, er komt toevallig net een leuke vraag binnen inderdaad. En dat is eigenlijk van Marloes, die stelt, waarom hoeven we de aanschaf van deze software niet aan te besteden? Dan moeten we de microfoon weer uitzetten. Die ga ik beantwoorden. Eigenlijk komt dat, dan ga ik vooruitlopen op de volgende slide. Maar dat moet je wel. Marloes was het, geloof ik, hè, die de vraag stelde. Marloes, je moet het wel. En als je kijkt naar de achterban van APS-IT-diensten, er zijn op dit moment ongeveer 20 à 30 schoolbesturen die aanbestedingsplichtig zijn. Als je kijkt naar de volumes die via dit contract via ons lopen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog vreselijk veel scholen die een inkoopbeleid hebben. Dat zegt alles boven de 10.000 euro moet meervoudig onderhands aanbesteed worden. Nou, dat hebben we als volgt opgelost. We werken samen in dat consortium met SURF. En SURF is een aanbestedende dienst. Dus SURF besteedt dit hele contract aan. En niet zozeer de functionaliteit van Microsoft, want er is maar 1 leverancier. Dus we kunnen niet zeggen, we zoeken tekstverwerkers en dan kan de hele wereld bij. Nee, we vragen, welke partij kan ons die licenties leveren? En wij als APS hebben SURF daarbij. En jullie moeten daarvoor intekenen en dat gaat bij dit nieuwe contract voor het eerst grootschalig gebeuren. Daar zul je een vinkje moeten zetten waarbij je zegt, ik machtig APS-IT-diensten om ervoor te zorgen dat ik meega in die grote aanbesteding van SURF. En dan krijg je, je bent niet verplicht dat te doen. Maar als je het wil, kan dat. Er zijn ook geen extra kosten. En dan krijg je aan het einde van het rit van ons een inkoopdossier. En dat kun jij geven aan je accountant. En die zegt dan Fink. In het huidig lopende contract hebben we dat gedaan met ongeveer de 15 à 20 grootste schoolbesturen van Nederland. Voor wie wij zagen, die zitten dicht bij de aanbestedingsgrens of plak daaronder. Maar hebben we alle andere scholen daar niet bij betrokken. Bij het volgende contract willen we dit voor alle scholen in 1 klap gaan regelen. Hebben jullie geen omkijken naar, regelen wij allemaal. Alleen de tekenbevoegde moet een vinkje zetten en zijn geen extra kosten aan verbonden. Ga ik door of is er nog een vraag, Jesslyn? Nee, dat was hem. Dus dat was, ja. Vraag, dankjewel Marloes. Dat vind ik fijn dat ik dit kan vertellen, want dat is een van de voordelen van ons basispakket volgens mij. Inkoopdossier op orde, dat zie je daar bij de 5e bullet, maar die kunnen we nu dan overslaan. Ik heb net uitgelegd hoe werkt dat met die principes van het basispakket. Dan nu even over, en wat zijn dan de voordelen? Nou, in ieder geval de voordelen zoals wij denken dat ze zijn voor de scholen. Nou, een belangrijk voordeel is dat het een compleet pakket is en dat het hoogwaardig is. Dus er zit heel veel technologie in. En het zijn altijd de laatste versies. Er zit niet de Windows Pro versie in, maar je hebt Education of Enterprise. Je hebt niet de Office Home, maar je hebt de Office Enterprise. Je hebt dus altijd de beste versie van de technologie die er is. En dat geeft bijvoorbeeld partijen als Heuting
veel meer mogelijkheden om een dienstverlening op te bouwen. Want op het moment dat je versies hebt, lagere versies om het zo maar te zeggen, met minder functionaliteit, bijvoorbeeld in de home versie, mogen niet in een netwerk hangen. En dat horen we nog wel eens, ook van Heutink, vanuit het buitenland, dat scholen dan op dat soort minderwaardige versies werken, waardoor het veel lastiger is om die massale dienstverlening uit te rollen, waar ja, jullie enorme kostenvoordelen mee halen volgens mij. Dus het is een compleet en hoogwaardig pakket met altijd de beste technologie. En ja, dat doen we al 25 jaar, dus dat zijn we normaal gaan vinden. Maar het is wel een belangrijk voordeel dat we de beste technologie hebben daarin. Een ander belangrijk punt waar we best wel trots op zijn, is dat we de AVG geregeld hebben. In ieder geval de kant van de leverancier. Je hebt zelf grote verantwoordelijkheden daarin. Maar wij zijn al in 2013 bij de vernieuwing van het 2014-2017 contract met Microsoft al in overleg gegaan over, je moet gewoon voldoen aan onze privacywetgeving. Die data die wij allemaal in SharePoint Online, in Exchange, in OneDrive zetten, wat toen in het pakket in kwam, is onze data, althans de data van de scholen en niet van jullie. En daar willen we afspraken over maken. Dus daar zijn we toen al mee begonnen. Nou, dat was in het begin best lastig, maar Microsoft snapte dat en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij al een paar jaar geleden, ook in samenwerking met het ministerie van Justitie, speciale voorwaarden voor Microsoft hebben geregeld voor het onderwijs. Een verwerkersovereenkomst die ook verder gaat dan de modelverwerkersovereenkomst van de POVO-raad. Dus de Microsoft verwerkersovereenkomst is strenger dan dat, biedt meer waarborgen. En wat we doen, dat is onderdeel, dus daar onderhandelen we over, maar wat we daarbij ook doen, we doen de audits op het datacentrum van Microsoft. Dus we kijken ook daadwerkelijk van, jongens, we hebben afgesproken, die data staat in Amsterdam of een uitwijk naar Ierland. Maar blijft het daar ook? Staat het daar ook? Verdwijnt het niet ergens naar? En Menno? Ja, Robert? Ja? Eigenlijk dus kunnen zeggen dat je bijna een jaar of 10 geleden eigenlijk de hele DPIA omtrent Microsoft eigenlijk al gehad hebt. Nou, maar toen kenden we het woord DPIA nog niet. Wij hebben de DPIA Microsoft hebben wij in 2018 gedaan. Toen kenden we dat woord en was het formele vereiste. En wat er in 2013 gebeurde, toen wou Microsoft Live at Edu het contract in hebben. Ja, voor de mensen die al wat langer meelopen. Jij herkent het. Dat vergaat dat jij al lang in deze sector bent. En toen zeiden wij van ja, en daar stond gewoon in de voorwaarden van ja, al die data die de scholen daar neerzetten, wordt van ons. En toen hebben we gezegd, dat kan niet. Ja. Dus dit ging eigenlijk meer in eerste instantie nog wat minder over privacy, maar meer over van wie is die data nu eigenlijk? Een soort van voorloper. Ja, en toen zijn we die gesprekken begonnen en dat is in 2016, 17, ik weet niet meer precies, zijn we ook echt gaan kijken vanuit wetbescherming. Maar toen hadden we al geregeld, het is onze data. Exact. En ook gezegd, en wij kunnen erover beschikken, niet jullie. En toen in 2016, 17 zijn we echt het gesprek aangegaan. Oké, en aan welke eisen moet Microsoft allemaal voldoen? En dat is ook, het lijkt heel erg op het traject wat Google nu doorlopen heeft het afgelopen jaar. Maar dat hebben we dus 3 jaar geleden al helemaal afgerond. Ja? Een ander voordeel van dit pakket is, en dit is zo'n dingetje, dat ervaar je pas als je uit de zakelijke wereld komt. En dat is licentierust. Ik zei, je hebt dat abonnementsmodel wat je moet afrekenen voor al je medewerkers. En dan kan je eigenlijk doen en laten wat je wil. Je hoeft niet te administreren welke licenties op welke computers voor welke mensen je hebt. Je weet dat je, Engels woord, compliant bent, dat je aan de licentieregels doet. Terwijl als je losse licenties koopt, moet je bijhouden per PC welke Windows licentie, is die compliant, welke Office licentie. Hè? Als PC's wisselen, moet je licenties wisselen. Nou, allemaal dat soort administratief geneuzel met een risico dat je dingen fout doet, waar hoge boetes bij kunnen volgen, heb je niet. Je hebt dus gewoon rust, geen omkijken naar, dat hebben we geregeld voor je. Dat staat ook in het contract met Microsoft, mits jullie je tellingen goed aan ons doorgeven. Een ander voordeel is zekerheid voor meerdere jaren. Zeker in termen van de cloud zien we dat leveranciers nog wel eens de neiging hebben eenzijdig prijzen te willen verhogen en jou daar gewoon via een brief mee te confronteren. Dat is vorig jaar bijvoorbeeld in het VO is het Iddink dossier, daar heeft veel pers gehaald, waar Iddink van de een op de andere dag 30% prijsstijgingen voorstelde. Ze hadden daar best een aardig verhaal bij, maar het overkwam wel heel veel scholen. Ik ga daar verder niks over uit, maar dat gebeurt wel in de cloud, zien we dat soort dingen gebeuren. Nou, het voordeel bij dit contract is, we sluiten het af en op het moment dat jij je handtekening zet voor meerdere jaren, weet je gewoon wat je in jaar 2, 3, 4 gaat betalen.
Het enige wat daaraan kan veranderen is als je meer medewerkers krijgt of als je krimpt. Want als je krimpt mag je, kun je naar beneden met je tellingen, betaal je minder. Maar zijn het er meer? En we zien nu wel wat scholen die door de NPO gelden wat externe, dus extra licenties kopen. Hè, dat zorgt voor prijsstijgingen. Maar die basisprijs blijft hetzelfde voor meerdere jaren. Nou, een inkoopdossier op orde heb ik dankzij Marloes net al wat over kunnen zeggen. Ander punt is scherpe prijzen. Onze prijzen zijn gewoon scherp. Dat is een lang verhaal. Zijn zelfs heel erg scherp. Maar waarom zet ik een pas op plaats 6? Omdat ik graag ook wil vertellen wat we nog veel meer regelen rondom die scherpe prijzen. Omdat we dat wel eens vergeten zijn in de loop der jaren. Maar scherpe prijzen is ook een belangrijk onderdeel hiervan. En dat merken vooral scholen. Die denken van ja, dat Microsoft is wat duur. Ik wil het allemaal anders gaan doen met Google. Maar nog wel een stukje Microsoft hebben. En dan met losse licenties gaan werken. Ja, die komen er dan toch achter. Hey, verrek, zo'n basispakket is zelfs goedkoper dan voor een kleine subset losse licenties te kopen. Dus onze prijzen zijn gewoon scherp. En daar zijn we ook wel trots op. Een heel belangrijk ander puntje is veel flexibiliteit en regie bij de school. En dat zit hem in. We hebben iets in ons pakket dat heet Software Assurance. En dat betekent, doordat jij toegang hebt tot dat all-you-can-eat buffet met al die technologie, kun jij ook zelf bepalen wanneer gooi ik al mijn servers eruit en ga ik naar de cloud. Op het moment dat je met losse licenties zou werken, zijn dat allemaal investeringsbeslissingen. Zijn mijn licenties al afgeschreven? Wat kost de nieuwe cloud? Ga ik een tijdje dubbel betalen? Heb je niet. Binnen ons pakket kun je switchen. Van cloud naar on-prem. Maar ook bijvoorbeeld van Office 2016 naar Office 2019. Bij losse licenties heb je die ooit betaald. Ja, en die zijn op een gegeven moment afgeschreven. Maar ga je dan naar 2019, moet je heel veel bijkopen. In dit pakket kun je gewoon helemaal zelf bepalen. Nou, wil ik naar een andere versie? Mooi, het kan gewoon, is afgedekt. En een heel mooi voordeel is zo meteen wat Robert gaat vertellen over Windows 11... Dat kan gewoon. Wat Heutink jullie gaat vertellen straks over Windows 11 is allemaal afgedekt in de licenties. Dat zit in dat abonnement. Er komen geen extra kosten voor de scholen bij kijken voor omdat je een nieuwe versie gaat. En daardoor heb jij de regie. Jij bepaalt wanneer je waarvoor van gebruik gaat maken. En je bent dus ook flexibel. Wanneer ga ik naar de cloud? Wat doe ik on-premise? Wat doe ik mix? Kun je allemaal zelf bepalen, is allemaal afgekocht. Nou, een ander voordeel is de administratieve ondersteuning. Het klinkt misschien een beetje gek, maar wij als APSIT-diensten zorgen er gewoon voor dat de juiste licentie in de juiste tenant staan. En het klinkt bijna te simpel, maar er zit echt een enorm apparaat achter om daarvoor te zorgen op deze schaal. En daar waar in het buitenland, waar dat niet zo hard gemanaged wordt, gaan daar dus ook wel dingen mis. En dat je met te weinig licentie zit, dat dingen niet werken. Wij zorgen er gewoon voor dat dat allemaal werkt. En een heel belangrijk ding hierin is ook fusies en splitsingen van schoolbesturen. We zijn net weer in het nieuwe schooljaar. Nou, vooral met kerst en in de zomervakantie zijn er heel veel besturen die besluiten samen te gaan. Of scholen die zich afsplitsen naar een ander bestuur gaan, noem maar op. Dan moet je uit de tenant of er wordt een hele nieuwe Microsoft-omgeving gebouwd. Dat is enorm gedoe met omhangen van licenties. Soms tijdelijke licenties die nodig zijn om dat allemaal soepel te laten verlopen. Dat regelen we allemaal voor je. En dit is ook weer zo'n voordeel. Dat merk je pas op het moment als je in de situatie zit. Maar als ik zie hoeveel scholen en besturen fuseren, splitsen, overgaan van de een naar de ander per jaar. Dan denk ik in over een tijd van 5 tot 10 jaar krijgen we er allemaal wel minstens een keertje mee te maken. En dan heb ik nog niet over naamswijzigingen gehad. Maar dat is weer een ander ding. Nou, verder is een voordeel van het basispakket dat we relatief veel inhoudelijke ondersteuning doen. Dat doet Heutink ook. Maar doen wij ook via onze nieuwsbrieven, via dit soort webinars, via ons eigen webinarprogramma, via onze professionaliseringsdag, waar Heutink ook optreedt dit jaar, heb ik begrepen. Ja. Naast andere leveranciers, Robert, ik hoop niet dat je me dat kwalijk neemt. Gelukkig. Maar we geven dus ook inhoudelijke ondersteuning. Voor een deel gratis en voor een deel ook betaald via onze consultants. Maar daar zal ik hier geen reclame voor maken. Als laatste voorbeeld van Schoolspot. Het laatste grote belangrijke voordeel van het basispakket, dat is Schoolspot. Een Schoolspot, dat klinkt als een webwinkel voor ouders en leerkrachten. Maar eigenlijk is dat een dienst van ons aan de scholen. Hoe zit dat?
In ons pakket, dat heb ik op de vorige slide al uitgelegd, hebben jullie het recht voor al je medewerkers en leerlingen afgekocht om Windows en Office te gebruiken. En heel vroeger betekende dat dat jullie gewoon diskettes, dvd'tjes aan leerlingen konden geven. Dat was een enorm distributielogistieke uitdaging. Dus dat hebben wij voor de scholen zijn we dat gaan doen via Schoolspot. En dat doen we eigenlijk vandaag nog steeds, maar dan via de cloud licentie, de Office licenties die in de cloud zitten. De Schoolspot is eigenlijk een dienst aan jullie om de licenties uit te leveren naar leerlingen en ouders, waarvoor jullie de rechten hebben afgekocht, zodat je dat niet zelf hoeft te doen vanuit je tenant. We verkopen er nog veel meer dingen. Ik geloof dat we in het verleden zelfs drones verkochten. Zo. Daar zijn we allemaal mee gestopt, want de kern van het verhaal is toch gewoon scholen ontlasten in die licenties. En dat hebben we bijvoorbeeld ook voor Adobe, waar de scholen die in het Adobe-contract zitten, kunnen ook heel goedkoop licenties aan ouders. Nou, dat regelen we allemaal via Schoolspot. En ik meen ook dat dat ook op ons LastPass-contract zit. Maar daar ken ik de details niet van. Maar dat is ook het voordeel van Schoolspot. Dus op het moment dat jij ook denkt van ik kap met dat basispakket, dan kunnen ouders ook niet meer die goedkope licenties via Schoolspot betrekken. Dat zullen ze dan op een andere manier doen. Nou, dit is waar wij denken eigenlijk een veel te lang verhaal. Vanuit marketingperspectief moet je geloof ik maar drie dingen noemen. Zeggen communicatiespecialisten. Maar ja, wij zijn zo trots op wat we allemaal doen dat ik daar een beetje spot met de regels. Maar ik hoop dat ik heb overgebracht welke voordelen wij daar allemaal zien. En wat we ook terugkrijgen van de scholen rondom dat basispakket. Yes, zijn er nog vragen? Nee, er zijn geen vragen, Menno. Heb jij nog een vraag, Robert? Of is het wel helder? Volgens mij is het helder tot nu toe, ja? Maar voor mij wel. Ja. Mooi. Ik wist natuurlijk ook een klein beetje wat ik kwam. Dus jij wist wat je had voorkennis. Ja, oké. We gaan door. Jongens, aarzel niet vragen te stellen. Ik vind het altijd leuk. Ik vergeet nog wel eens wat dingen in mijn enthousiasme. En dan ga ik te snel. En dan denk ik achteraf, ik had dat nog moeten vertellen. Dus je helpt mij door vragen te stellen. En wees ook niet bang die kritisch te laten zijn. Hè. Zoals de vraag van Marloes is een hele fijne voor mij om even te kunnen beantwoorden. Dus stel die vragen alsjeblieft. Ik wil ook nog even kort naar de inhoud van het huidige basispakket gaan. En dat huidige pakket bestaat eigenlijk uit twee delen. Rechts op het scherm zie je het on-premise deel, eigenlijk een beetje het ouderwetse deel zou je kunnen zeggen. Met Office, eigenlijk wat alles regelt wat je op computers en servers en in terminal server omgevingen organiseert te doen. De klas.nu had al die licenties, hè, was helemaal gebouwd op al die licenties. Mo niet meer volgens mij, hè, maar de klas.nu wel, die hadden die desktoprechten nodig, die CAL-rechten, die RDS-rechten. Maar tegenwoordig belangrijker is dat online pakket eigenlijk. En dat is ook wat we zien. Hè. We zitten in een transitie. Als je kijkt van 1994 naar nu, zitten we nu echt op het einde van de omslag van on-premise naar cloud. En daar loopt het Nederlands basisonderwijs ook echt wereldwijd in voorop, hebben wij ervaren. Dus ik ga even stilstaan vooral bij dat online pakket en heel kort bij on-prem. Nou, wat zit er allemaal in? We noemen dat Microsoft 365, A3. Dat bestaat uit Office 365, waarvan de bekendste dingen zijn SharePoint en Exchange. Maar belangrijker is de EMS-suite die daarin zit, Enterprise Mobility and Security. Dat is een ding dat hebben we in 2017 in één keer erbij gekregen. Waar onder andere Heutink nu heel veel gebruik van maakt. Jullie gebruiken Intune Endpoint Manager voor devicebeheer nu helemaal. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus Endpoint Manager, eigenlijk om al je apparaten op afstand te kunnen beheren. Azure Active Directory Premium, heel belangrijk in ons pakket. En nog niet alle scholen weten dat en gebruiken dat. In ons pakket zit de premium versie van Azure Active Directory. En dat betekent onder andere dat je twee-factor authenticatie mogelijkheden hebt. En volgens mij helpen jullie scholen dat in te richten. Als het niet goed is. En er is gisteren een brief van de minister naar de Kamer gegaan over cybersecurity op scholen. Gisteravond laat, waarin wordt gezegd, we moeten scholen helpen dat ze veel meer MFA gaan gebruiken. MFA multifactor authenticatie. Nou, laat mij jullie vertellen, zit in je pakket, hoeft het alleen maar aan te zetten en uit te rollen. Dat zeg ik in de zin, dat is iets complexer dan hoe ik het uitspreek qua project. Maar de licenties zijn allemaal geregeld. En aan de licentiekant betekent het alleen maar even een switch overzetten.
En we zien ook dat schoolbestuur daar steeds meer gebruik van gaat. Ja, wij zien het ook. Dat zien wij ook. Ja. En een heel belangrijk ander onderdeeltje daarvan is ook in die premium versie zit self-service password reset. Dus dat je zelf je wachtwoord kunt herstellen als je het kwijt bent. Nou, dat ontlast enorm boven TA'ers, helpdesken. Ja, we maken gebruik van het systeem. Ja, precies. Dat wordt dus allemaal gedekt door. En in Azure Information Protection is ook wel aardig. Daar zit onder andere encryptie op de mail. Vinden vooral IB'ers handig als je mailtjes naar buiten stuurt met dossiers. Alhoewel wij zeggen, doe dat door te delen, niet door te mailen. Maar dat is een ander webinar. Nou, wat zit er verder in dat 365 pakket? Dat is Windows Education A3. Vandaag nog de versie 10, Windows 10. Vanaf volgende week ook Windows 11. Zit gewoon in je pakket. En daarbij zit ook Defender for Endpoints P1. En dat is een hele nieuwe. Dat weet ik niet helemaal tot Heusink verhoudt. Maar dat is een Siri-scanner die op Windows werkt, op Mac OS werkt. Ik meen ook op Android, alleen niet op Chrome OS. Om je apparaat te beveiligen. Verder hebben we Minecraft Education. En heel belangrijk is Microsoft Defender voor Office 365 P1. Wat vroeger ATP inhield. Dit is een premium product wat uit de A5 suite van Microsoft komt. Wat wij naar het basispakket hebben gehaald. En wat dit doet, dit legt een hele laag eigenlijk om je cloud heen. Om Teams heen, om SharePoint heen, om je mail heen, om je OneDrive heen. Om te beschermen tegen ransomware, malware, dat soort dingen. En volgens mij helpen jullie scholen ook dat. Dat moet wel weer even goed ingericht worden. Helpen jullie scholen daar ook bij. Ja. Dus dat zit gewoon in dit pakket. En jullie hebben dit doen. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, zet het aan. Het is echt zonde hier geen gebruik van te maken. Echt zonde van het geld. Ik krijg nu een chat dat het geluid heel slecht is. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar oké. Misschien dat de regie daar even naar kan kijken. Hier is het goed. Ja. Ik laat de on-premise rechten even voor wat ze zijn. Omdat jullie als Heutink ook helemaal wel weg zijn uit die hoek. En het voor jullie ook vooral nog om die... Ja. Want CITO LOVS doen jullie ook niet meer via RDS? Nee. Dat ging altijd via RDS? Ja. Ook niet meer? Nee, oké. Dan laten we dat gewoon even voor wat het is. Als mensen daar toch heel specifiek vragen over hebben, doe het even via de chat. Dan beantwoord ik die gewoon. Gaan we gewoon even terug en doen we dat alsnog. Eigenlijk adviseren we over die A1 Plus licenties gewoon voor de A3's te gebruiken. Want die Plus die zouden er zomaar uit kunnen verdwijnen. Die zijn een paar jaar geleden een keer erin gekomen. Omdat we uiteindelijk Office voor iedereen hadden afgekocht. Voor het hele land. Maar je hebt nu ook scholen die zijn naar Google toe en maken geen gebruik meer van Office. Dus we denken die gaan er gewoon uit. En maak gewoon zorg ervoor dat je A3 aan hebt staan. Daar zit sowieso eens veiliger en zit meer functionaliteit in. Dat, volgens mij is dat een beetje het antwoord, toch? Nou, eigenlijk, er komt nu een hele complexe plaat. En waarom laat ik dat zien? Want ik heb hier samengevat over wat zit er allemaal in dat pakket van ons. Hè? Microsoft 365, A3. Maar er zit veel meer in en dat zie je hier. Je ziet in het middelste, het paarse blok, M365 A3 per user. En daarin staat eigenlijk alle functionaliteit die we hebben. Nou, ik ga daar nu niet bij stilstaan. Maar het punt wat ik eigenlijk met deze slide wil maken. Het is veel meer dan alleen Office. Je ziet ook Bookings. Je ziet Teams erin staan. Planner erin staan. To-do erin staan. En deze plaat. Je ziet ook juni 2021. Er is ook een april versie. Het verandert voortdurend. Er komen eigenlijk steeds dingen bij. Dingen die weinig worden gebruikt. Vervallen weer, maar wat je ziet is dat dat pakket zich voortdurend aanpast, laat me zeggen, aan de wensen van het onderwijs. Het is een beetje flexibel ook in dat opzicht. En je ziet daar in het midden een rood stukje omcirkeld, dat is dat Advanced Threat Protection waar ik het net over had, wat wij in ons basispakket hebben gehad. Maar dus alle functionaliteit die in dat paarse blok in het midden zit, M365 A3 per user, dat hebben de scholen ook allemaal. Robert, jij wil wat? Ja, nee, we hebben nog steeds een klein beetje een echo. Dus misschien dat jij op je laptop nog toch kan proberen. Of heb je hem al uitstaan? Weet je, ik gewoon helemaal eruit gaan. Dat kan. Ja? Dan kan ik geen chats meer zien. En dan moet Jeslin maar gewoon... Even de regie gewoon meteen... Ja, oké. Doe het via de regie. Ja. Oké. Kijken of dat de oplossing biedt.
Laten we hopen. Oh, maar ik kan de chats nog wel zien. Ja, dat is gewoon nog uit. Ja, oké. Okay. Experiment geslaagd. Veel geleerd, dit moeten we niet meer doen. Nee. Ja, toch? Oké. Okay. Dus dit over dat pakket. In andere webinars zouden we nog wel eens helemaal in detail hierover kunnen gaan, maar daar is vandaag niet voor bedoeld. En ik zie ook wel dat ik aan mijn tijd kom, zo langzamerhand. Dan is dit mijn laatste slide. En Jeslin, dit is even de slide waar we het over hadden met de linkjes. We zijn in voorbereiding op een nieuwe overeenkomst. Het zou zomaar weer kunnen dat het heel laat in het jaar gaat worden en dat dat in een periode is dat iedereen vreselijk druk is met Sinterklaas en dit en dat soort dingen. En dan zijn dit natuurlijk klusjes die je er niet graag bij wil hebben, maar er zijn dingen die je vandaag kunt doen om het straks wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld, is je bestuurder gewisseld, is de besteller gewisseld, is de tekenbevoegde gewisseld, geef dat nu alvast aan ons door. Laten we dat regelen met elkaar. We hebben daar een tekenbevoegde formulier voor. Eén deze dagen wordt het overigens helemaal digitaal met een gekwalificeerde handtekening. Nu is dat nog even met een natte handtekening. Maar regel dat nu alvast. Dat scheelt straks weer lang wachten en stress wellicht en opvolgingsmailtjes van ons. Jeslin zal in de chat denk ik wel even zetten waar je dit kunt vinden. Hetzelfde geldt als je bestuur in de zomer is gefuseerd of is opgeheven. Heb je scholen die zijn gefuseerd of zijn opgeheven? Zijn er wisselingen binnen je bestuur? Zijn de scholen naar een ander bestuur? Heb je dat nog niet aan ons doorgegeven? Geef dat wel aan ons door. Anders lopen we straks gewoon vast in de procedure van het bestellen. En dat is allemaal zonde, want dan moet je het dan regelen. Nou, snapt het. Ander punt is, ik vertelde over die basislicenties en over die extra licenties. Inmiddels zien we scholen die heel veel gebruik maken van Power BI, van Visio, van Project, van Bellen, A5 licenties, extra security. Weet nu alvast wat je dan nodig hebt, zodat je dat in één klap mee kunt nemen allemaal, dat je het dan niet hoeft uit te zoeken. Scheelt gewoon heel veel tijd en dan is dat afsluiten van dat nieuwe contract een eitje van een cent. Fluitje van een cent of een eitje. Een vijfde ding is, we hebben een bestuursovereenkomst. Vroeger moest iedere school individueel alles bij ons regelen. Maar je kunt als bovenschoolse ICT'er of als bestuurder ook in één klap alles ineens regelen voor al je scholen. Dat gaat door middel van een bestuursovereenkomst. Dus voor jullie veel makkelijker, voor ons veel makkelijker. Krijg je ook één factuur, wel uitgesplitst per school, maar die gaat naar jouw financiële afdeling. Dat regel je met een bestuursovereenkomst. Dat kun je nu ook alvast regelen. Nou, en als laatste, kijk of al je gegevens, contactgegevens bij Microsoft in je registratie goed zijn. Ook dat zal Jeslin uitleggen hoe dat zit. Dit zijn dus dingen die je nu al allemaal kan doen ter voorbereiding op wat komen gaat ergens de komende maanden. En om je het leven straks wat makkelijker te maken. Ik kan nu niet zien of er nog vragen zijn, maar ik ga ervan uit dat als die er zijn, Jeslin die zal behandelen. Twee vragen. Twee vragen via de chat? Eén? Nee. En gaat Jeslin die antwoorden? Oké, heel goed. Dan denk ik, Robert, dat het nu is dat jij gaat uitleggen hoe jullie op dit pakket je diensten verder... Dank u, Menno, voor de toelichting. Excuses mensen voor de ellende met het geluid. Af en toe heb je dat met dit soort live uitzendingen. Maar bedankt voor de toelichting. Volgens mij goed om dit soort onderwerpen altijd aan de kaak te stellen. En fijn om te weten wat we alvast kunnen doen in de voorbereiding op de nieuwe overeenkomst. Dan even aan onze kant, wat hebben wij nog in de pijplijn zitten op het gebied van Microsoft. Daarin eerst even een kleine zijstap naar het stukje Fora. Wat ik al aangaf in de introductie, de bikkers onder de luisteraars hebben de term Fora waarschijnlijk al wel gehoord op het laatste BIC-netwerk. Voor de overige mensen in de sessie misschien goed om even een kleine zijstap daarin te maken. En waarom dat ook relevant is in relatie tot de producten van Microsoft. Wat we gewoon de laatste tijd zien is dat ICT-architectuur en blauwdrukken en alle zaken daarom omheen op het gebied van wet en regelgeving eigenlijk steeds complexer worden. Nou, op het gebied van dat soort zaken heeft Kennisnet eigenlijk gemeend, wij moeten daar een bepaalde standaard voor gaan neerzetten. En die standaard noemen we Fora. En wat de slide ook aangeeft, het staat voor funderend onderwijs, referentiearchitectuur. Het geeft dus inzicht in processen, activiteiten en inzet van ICT-middelen gebaseerd op de geldende wet en regelgeving. Alle producten en diensten die wij bouwen, maken en neerzetten in de markt zijn eigenlijk een soort van Fora compliant. Dus dat betekent ook dat het schoolbestuur of als stichting geen zorgen hoeft te maken of de ICT-architectuur zoals je die in huis hebt gehaald op termijn hier aan gaat voldoen. Dus wij zijn daar in die zin volle bak mee bezig.
En dus ook de Microsoft producten en diensten die we ontwikkelen en die we implementeren en koppelen aan bijvoorbeeld een omgeving als Mol, zijn op het gebied van voorraad gewoon compliant. Dus dat zou in die zin ook een mooie, nou ja, zekerheid moeten zijn in hoe je je dienstverlening hebt staan op dit moment. Nou, visueel, daar ga ik even snel overheen. Daar is een mooi plaatje voor gemaakt door Kennisnet. Als je daar interesse in hebt, kun je dat nog even delen in de chat of zoek het gewoon zelf op de site van Kennisnet. Dat geeft een mooi bouwwerk aan waar langs eigenlijk al die regels en al die theorie, zeg maar, is opgebouwd. Hoe past het dan in de architectuur van Heutic ICT? Deze plaat is nog wel even van belang. Wij kennen natuurlijk onze basishub, ons koppelplatform, zoals we dat in het verleden noemden. In het midden zie je dat staan met de sleutel en het rode cirkeltje. En wij zorgden eigenlijk voor dat aan de linkerkant eigenlijk allerlei lastsystemen, allerlei HR-systemen met informatie van medewerkers, van leerlingen over ons koppelplatform aan de rechterkant belanden in bijvoorbeeld apps van derden, maar ook in de omgevingen van Microsoft, in de omgevingen van Google en in onze eigen producten en diensten. En wij zorgen er dus inderdaad voor dat het op een veilige en AVG-compliant manier gaat. Dus ik denk goed om dat stukje vandaag ook even aan te stippen. Dan even door naar Windows 11, daar had jij het ook even over. Dat zit er natuurlijk aan te komen. Vanaf 5 oktober hebben we volgens mij de officiële release van Windows 11 staan vanuit Microsoft. Heutic ICT maakt ook vanaf 5 oktober Windows 11 direct beschikbaar. Dus dat betekent, werk je met apparaatbeheer, heb je de mogelijkheid om Windows 11 op een goede manier al te implementeren in je netwerk. We gaan die update niet pushen. Dus dat betekent dat we daar geen verplichting op gaan zetten voor nu. Dus het is een keuze voor jou als ICT'er of als school of als bovenschoolsbestuur. Om te zeggen, ik ga gebruik maken van Windows 11 en alle functionaliteiten. Maar het hoeft dus nu nog niet. Daar zit geen einddatum voor nu op. Richting 2025 wordt de ondersteuning gegeven op het huidige platform, dus Windows 10. En dus gaandeweg de jaren zullen we daar steeds wat strenger in gaan worden om die overstap te faciliteren. Goed om daarbij te noemen is ook deels ingegeven door de hardware-eisen die Microsoft stelt aan het platform. Over die hardware-eisen gesproken. Die hebben we hier toch even neergezet. Microsoft geeft daarbij aan dat eigenlijk de apparaten of de devices die je hebt gekocht in de afgelopen jaar of in het afgelopen 2 jaar eigenlijk wel Windows 11 zouden moeten ondersteunen. Daarbij zeggen ze, je moet minimaal een harde schijf hebben van 64 gig, minimaal 4 gig intern geheugen. En misschien de belangrijkste daarin is dat je processor moet uitgerust zijn met een TPM chip, dus een beveiligingschip. Er zijn allerlei tools voor om te testen of je systemen voldoen aan deze systeemeisen. Je kunt onze service desk daarvoor vragen, maar in feite kunnen we daar gewoon bij helpen. Dus mocht je daar een vraag over hebben, zoek even je accountmanager of onze service desk op. Nou, wat gaat het dan bieden voor het onderwijs, de implementatie en de release van Windows 11? Met name ook op het gebied van audio en visuele afleiding. Je kunt Windows 11 als het ware een stuk versoberen, waardoor leerlingen minder snel afgeleid zijn in de klas door allerlei bewegende beelden, allerlei kleuren. Er komt een nieuwe Windows Store, waarbij ook Android apps vanuit het Amazon platform te downloaden en te installeren zijn op je Windows 11 apparaat. Nou, dat is wel een veelgehoorde wens. Android apps worden toch best veel gebruikt in de klas. En wat ze makkelijker hebben gemaakt dan in het verleden is meer de legacy software, dus dat noemen we de Win32 apps, om die zonder ingewikkelde aanpassing ook binnen Windows 11 te kunnen laten draaien. Dat was al mogelijk in Windows 10, maar de belofte is nu gedaan dat in Windows 11 dat nog makkelijker gaat zijn. Dus dat is iets wat we denk ik wat meer proefondervindelijk met elkaar moeten gaan ervaren. Overigens, de nieuwe Windows Store die zal ook op Windows 10 beschikbaar komen. Dus als je de overstap nog niet maakt, kun je wel gebruik gaan maken van die nieuwe Store met alle functionaliteiten. In het bijzonder lichten we nog even de Predia OPS eruit, dus eigenlijk de computers die je in je Predia scherm hebt zitten. Vanaf type S064 zijn die ook geschikt voor Windows 11. Dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, jeetje, wat voor type Predia OPS heb ik nou eigenlijk? Je account manager of anders even de service desk, die kan je daar een overzicht van geven, zodat je weet of je Predia OPS geschikt zijn voor Windows 11. Die laatste die spreekt voor zich, daar hebben we het even over gehad. Dan als laatste puntje voor vandaag op mijn lijst ook de Digital Skills for Kids. Nou, wat ik in de introductie aangaf, die hadden we altijd over Google. Maar natuurlijk wilden we die ook graag voor Microsoft gaan maken. Nou, we mogen eigenlijk nu wel aangeven dat we ook de Microsoft variant bijna klaar hebben. We zitten in het laatste stukje. En we wilden jullie daar toch vandaag al even in meenemen wat het dan precies is en op welke manier je daarmee zou kunnen gaan werken. Als het goed is, hebben we daar een filmpje van. Even kijken of die ook werkt. Welkom en leuk dat je aan de slag gaat met Digital Skills for Kids voor Office 365. Wij zijn meester Ralf en meester Wim en leggen je van alles uit over Office 365. We leren je hoe je met een aantal programma's hiervan werkt. Zo vertellen we je hoe je een mooi verslag kunt maken of werkstuk in Word,
Hoe je een mooie presentatie voor bijvoorbeeld je spreekbeurt kunt maken in PowerPoint. En hoe je de bestanden die je hebt gemaakt veilig opslaat en deelt met bijvoorbeeld je juf of meester via OneDrive. Wanneer je aan de slag gaat met de Digital Skills for Kids, kan je zelf bepalen waar je begint en in welke volgorde je de opdrachten moet doen. Maar het kan ook zijn dat je juf of meester beslist waar je mee moet starten. Overleg het daarom eerst goed voordat je aan de slag gaat. Nu je weet of je zelf mag bepalen waar je begint of dat jouw juf of meester dat bepaalt, kan je gaan starten en klikken op de map DSFK Digital Skills for Kids. Open de checklist waarmee je aan de slag wilt. Bijvoorbeeld OneDrive Skills for Kids Level 1. Je vindt hier een overzicht van de verschillende dingen die je over OneDrive moet weten. Bij elk onderdeel is er een filmpje beschikbaar waar wordt uitgelegd hoe je iets moet doen. Klik op de link om het filmpje te openen. Heb je geoefend met wat je uit het filmpje hebt geleerd en denk je dat je het kan? Zet dan een kruisje bij Dit kan ik en druk op Enter. Het vakje wordt groen en je kunt naar de volgende uitdaging. Wanneer je klaar bent met de onderdelen van de checklist, moet je de opdracht van dit onderdeel gaan inleveren. Je vindt deze opdracht in de map Opdrachten. Voor elk onderdeel en voor elk level is er een aparte opdracht beschikbaar waarmee je gaat bewijzen dat je de vaardigheden die je geleerd hebt ook echt beheerst. Deze opdracht die moet je uitvoeren en inleveren bij je juf of meester. Als je de opdrachten allemaal hebt ingeleverd en je hebt ze goed gemaakt, krijg je een diploma. En hiermee laat je zien dat jij de Digital Skills for Kids kent en kunt gebruiken. Lukt er nou iets niet of heb je een vraag, kun je jouw juf of meester vast wel om hulp vragen. Maar je kunt misschien ook wel een klasgenoot eventjes vragen om jou te helpen. We hopen dat je veel plezier hebt bij het oefenen van de Digital Skills for Kids. Volgens mij zijn we rond wat dat betreft. Qua filmpje. Die geven jullie hiervan een eerste beeld over hoe we met Office 365 omgaan in Digital Skills for Kids. We denken dat we daarmee een hele laagdrempelige manier hebben gevonden om kinderen ook de juiste vaardigheden aan te leren. Om met toch best wel een complexe omgeving als Office 365 op een goede manier om te kunnen gaan. En dat je daar als leerkracht ook gaandeweg je lessen en instructie gewoon rekening mee houden. En daar kinderen op kan helpen en kan coachen. Dus we gaan dat binnen nu en een afzienbare tijd gaan we dat officieel lanceren. En ik zou daarbij zeggen, hou je mailbox en de overige communicatie zoals alle socials in de gaten. Daar gaat het dus meer over komen. Volgens mij zijn we dan voor wat betreft onze slides zijn we er door. Ik weet niet of er vragen waren over de slides die ik heb laten zien. Kijk ook even Menno aan of anders even de heren van de regie. Volgens mij niet. Robert, als ik zo zie en ik zie Jesselyn heeft alles wel beantwoord. Ik denk dat ik misschien nog één vraag kan beantwoorden over wat tel je nou met medewerkers en leerlingen. Zeker. Er kwam een vraag over. Hè? We hebben dan altijd die jaaropgave. En dat Microsoft contract, dat reken je dus af over het aantal medewerkers dat bij jou in dienst is. Plus de mensen die voor jou werken en ook die technologie gebruiken. Maar leerlingen, je aantal leerlingen heeft geen invloed op die prijs. Dus dat is even belangrijk. We vragen je wel je aantal leerlingen op te geven. Omdat we natuurlijk genoeg leerlinglicenties in je tenant moeten zetten. Maar theoretisch zou je daar 1 miljoen op geven. Niet doen alsjeblieft, niet doen. Maar zou je dat doen? Dan zou dat geen impact hebben op de kosten. Op de kosten. Nee. Dus leerlinggebruik is afgekocht. Zo, dat is eigenlijk hoe wij dat noemen. Ja. Onder voorwaarde dat iedereen is opgegeven. Exact. Ja. Alright. Ik weet niet of nog meer vragen zijn binnengekomen. Tijn of Lucas. Anders kunnen we wat mij betreft de webinar afsluiten. Ja. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Robert, mag ik jou ook bedanken? Ja, dat mag je. Ja, dankjewel. Ja, jij ook bedankt voor je komst. Nogmaals excuus voor het geluid. Dat is weer een goede leer voor de volgende keer. Oh, er komen nog wat vragen. Nog vragen? Ik zit met mensen te kijken. Ja, zal ik ze voorlezen? Ja, dat is graag. Iemand, Anonymous. Welk nieuw experiment gaan jullie opnemen? Ja, dat was een grap. Het feit, het live schakelen met Jesselyn, dat moest hier met andere microfoons gebeuren. En dat hebben we 5 minuten voor de sessie met z'n allen hier besloten. Ja.
En nou, we kunnen ze, dat was dus het experiment waarvan ze een hoop geleerd. Maar gaan we niet, maar gaan we niet meer doen op deze manier. Want dat is waarschijnlijk de oorzaak van de geluidsproblemen geweest. Ja. Dus dat had niks te maken met licenties, Microsoft, dat soort dingen. Het was eigenlijk een intern dingetje. Andere vraag aan jou, Robert. Van Marloes. Komt er ook nog voor leerkrachten digital skills? Digital skills voor leerkrachten. Die zijn er natuurlijk al wel. Hè. We werken natuurlijk ook op basis van onze competentiescanner, de digitale vaardigheidsscanner die we hebben, waarbij we ook, en dat zijn wel iets meer maatwerktrajecten, ook voor leerkrachten dergelijke producten en diensten natuurlijk gewoon in huis hebben. Alleen dan praat je gewoon, wat ik aangaf, over iets meer maatwerk. En voor de kinderen hebben we geprobeerd het wat meer te vatten in een allesomvattend programma als Digital Skills for Kids. Dus ja, dat is er eigenlijk al. En laat je dan ook vooral eens door de accountmanager goed voorlichten wat we daarin kunnen bieden. Ja. En ook dat doen we samen met allerlei partners. Een gedeelte kunnen we zelf voor zorgen. Maar ook daarvoor hebben we bijvoorbeeld met basically een partnerschap waarin we ook de vaardigheden van de leerkrachten onder de loep kunnen nemen. Ja. Ja. We hadden nog een vraag. Ik zie dat Jesslyn hem ook al heeft beantwoord. Maar wellicht dat jij daar wat aan wilt toevoegen. Dat is, zou je de OneDrive voor leerlingen dan als vervanging van Google Classroom kunnen zien? En Jesslyn antwoordt, OneDrive is meer gelijk aan Google Drive. Ik denk dat het komt. Teams is meer een soort van tegenhanger van Google Classroom. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik heb het beter dan mij. Ik denk dat je het goed verwoord, Menno. Dus ik denk niet dat je die één op één zou kunnen vervangen. Je zou daadwerkelijk wel OneDrive kunnen gebruiken in combinatie met je Teams. Om de Google Workspace te vervangen. Ja. Dat kan zeker. Ja, dan moet je die combinatie moet je maken. Ja. Ja. Oké. Andere vraag. En die is denk ik aan mij. Hoe maak je thuisgebruik door ouders via Surfspot in orde? Nou, dat hoef je niet zelf in orde te maken. Dat doen wij. Op het moment als jouw school een contract met ons heeft. Microsoft contract. Dan koppelen wij dat niet aan Surfspot. Wat er staat. Maar dat heet Schoolspot. Sinds 5 jaar. Sorry. En de ouder die gaat naar Schoolspot toe, die moet zich registreren, die zegt daarbij van ja, ik ben ouder van deze school, de Morgenster in Huppeldepup. En dan krijgt hij toegang en jullie moeten dat dan achteraf wel die toegang goedkeuren. Dat was vroeger de procedure, maar dan krijgen ze van toegang en wij zien, hey, die ouder hoort bij die school, zegt hij. Die school heeft het afgekocht en dan regelen wij het verder. Dus in principe nemen wij het enige wat jullie hoeven te doen, is tegen ouders te zeggen van let op, wil je kind oefenen met Office? We hebben al die pakketten afgekocht en voor €4 kun je dat downloaden via schoolspot.nl. Een andere vraag die we langs hebben gekregen. Nou, we hebben nog een keer digital skills. Dus ik denk, Robert, voor jou daar. Ik zie je markt voor jullie. Ja, gaaf. Iemand anders die vraagt. Nee, er was een nieuwe technische ontwikkeling en de rest was behoudend in het pakket, zei je. Dat was Teams de vorige keer. Wat gaat het nu worden? Ja, een hele goede vraag. Terechte vraag. En het enige eerlijke antwoord is dat ik daar op dit moment nog niet genoeg over kan zeggen. Wat ik wel kan zeggen op dit moment is dat ik geen hele grote wijzigingen verwacht in het pakket. Die waren de vorige keer wel. Toen hadden we een wijziging, omslag van tellen van PC's naar medewerkers. Dat was voor sommige scholen, had dat heel veel impact. Dat soort grote wijzigingen verwacht ik nu niet. In het pakket zelf verwacht ik ook niet hele grote wijzigingen. Maar wat ik al zei, we zijn in gesprek en ja, je pas tot handtekeningen staan, weet ik hoe het eruit ziet. Het zou kunnen zijn dat er dingen inkomen. Het zou ook kunnen zijn niet. Ik had een slide, maar die hebben we omwille van de tijd eruit gehad. Wat verwacht ik waar de toekomst naartoe gaat? En dan denk ik dat er meer aandacht gaat komen voor dingen wat Microsoft noemt het Power Platform. Dingen als Power BI, Power Automate. Zodat je veel meer je data in je organisatie, die je overal hebt opgeslagen in ACES, in Parnassus, bij uitgevers, op andere plekken gaat visualiseren. Ik denk dat de toekomst die kant op gaat. Of je dat ook al in het pakket gaat ervaren, dat weet ik nog niet. Het Power Platform gaat belangrijk worden. Ik denk dat security nog meer aandacht gaat krijgen. Ook als je ziet wat de brief van de minister gisteravond naar de Kamer kijkt. Dat ze ook vanuit het, nu vanuit Den Haag echt naar de scholen gaan. Jongens, dingen moeten gewoon hebben. Er wordt nu gewoon gezegd, MFA moet je gewoon hebben. Nou, wellicht dat daar meer dingen gaan komen. Dat die dan ook in het pakket gaan komen. En als laatste, wat wij toch steeds meer zien. En ik weet eigenlijk niet of jullie dat ook doen. Is bellen via Teams. Daar krijgen we steeds meer vragen naar.
deze dingen, ik weet niet of dat terug gaat komen in het huidige pakket. Het zit allemaal wel in de additionals, dus je kunt het bestellen allemaal. Alleen het zit nog niet in het, niet gewoon op dit moment in het basispakket. Dus ik hoop daarmee een beetje richting, ik kan geen ja-nee zeggen op die vraag, een beetje richting. Misschien voor ons wel eens goed is, ja? Om toe te voegen, Menno, daarop is dat ook die vragen, precies die twee punten die jij noemt, die zien we ook heel erg. Sterk de vraag die nu toeneemt om het gebruik van Power BI eigenlijk op bestuursniveau te faciliteren. Ja. Dus we hebben nu een SharePoint-omgeving, we hebben data, we hebben koppelingen. En er komt nu het verzoek van, joh, maar ik wil graag wat inzichten in gebruik. Hoe ga ik om met mijn data? Dus wij zijn nu op de eerste onderzoek aan het starten samen met een aantal klanten om wat Power BI-rapportages te gaan maken binnen de omgeving. Dus zeker waar. En bellen via Teams is bij ons nu nog geen product, maar ook daarvan komt langzaam steeds meer binnendruppelen dat daar vraag naar is. Dus ook daar kunnen scholen, besturen ook bij ons wel een onderzoek naar verwachten. En wellicht in de toekomst ook een product. Ja. Heel goed. Nou, mooi om te horen. En vooral die Power BI-ontwikkeling zien wij heel duidelijk. Absoluut. Ja. Wij zien dat steeds meer scholen, dat is een van de snelst groeiende onderdelen van het portfolio. Ja, dat denken wij ook. Ja. Ja. Robert, heb ik nog een vraag voor jou. Wanneer komt de opname van het webinar beschikbaar? Ik wil het graag delen met onze achterban. Ik denk dat je dat als compliment mag zien voor jouw bijdrage. En ik misschien ook voor die van mij. Misschien gaat het om niet van jou, maar met de organisatie zit komt natuurlijk bij. We gaan hem delen. Ik kijk dan ook eventjes de heren van de regie aan. Wanneer gaan we de opname beschikbaar stellen? Zo snel mogelijk. Dat is een mooi politiek antwoord. Dankjewel. Misschien dat we het geluid nog even. Ja, nou laten we streven dat we binnen nu en een aantal dagen dat gewoon ergens live gaan zetten voor jullie. Mocht je daar nog specifieke vragen over hebben, of mocht het je te lang duren, zoek mij even per mail of per app even op. Stuur me even een berichtje, kan ik je laten weten wanneer we het daadwerkelijk live gaan zetten. Maar ga voor nu maar even uit van een paar dagen. Dan kunnen we het even reviewen en dan zetten we het online. Oké, er komt nog een vraag binnen. Dan gaan we gewoon net zo lang door. Niemand hoeft de trein te halen, vermoed ik. Nee. Linda stelt wel een hele terechte vraag, denk ik net. Linda Wals, hoe zit het met... Oh, hij heeft Jesslyn hem al beantwoord, denk ik, via de chat. Ja. Of hij is weer ingetrokken. Nou, in ieder geval, de vraag was, hoe zit het met ransomware en veiligheid? Ik zie hem nu niet meer, maar ik zal hem wel beantwoorden. Kijk, de Microsoft-omgeving is in principe veilig. De technologie is veilig. Alleen, veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je hebt daar als school ook een verantwoordelijkheid voor. Hè? Als jij een groot slot op je voordeur zet, maar de deur open laat staan, ja, dan kun je zeggen de techniek is op orde, maar je moet het wel veilig gebruiken. Nou, zo is het met Microsoft ook. Die Microsoft-omgeving, die voldoet gewoon aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Sterker nog, die kan zelfs meer, heb ik gezegd. Alleen het gaat er wel om dat je het veilig inricht en dat je het veilig gebruikt. Nou, dat zijn dingen, daar kan Heutink je en wij als APS ook gewoon heel goed bij helpen. En als het specifiek gaat om dat stukje ransomware, Linda, waar je naar vraagt, ik zie je vraag niet meer, maar dat dekken we dus af met dat Office 365 voor Defender, wat die beveiligingslaag is, wat om je hele cloud zit, wat je beschermt tegen dat soort zaken. En hier neemt de technologie misschien wel 95% tot 99% van de bedreigingen voor je weg. Maar er blijft natuurlijk altijd een stukje over waar jij zelf aan moet werken met je collega's in termen van cultuur. Dat ze gevaarlijke dingen herkennen, dat ze hun wachtwoord niet delen, dat soort zaken. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en is niet alleen van de leverancier. Maar de leverancier biedt je allemaal tools om daar goed in inrichting aan te geven. En voor dat stukje, zeg maar, voor je medewerkers. Er zijn ook wel interessante programma's voor te vinden. Mocht je daar wat interesse voor hebben, dan kan ik je dat laten weten. Het is niet iets wat we zelf doen. Maar ik weet dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld met jou en je collega's aan de slag gaan. Een ransomware mail faken in je organisatie. Dat zit in ons pakket. Dat heb jij zelfs. Nou. Azure Active Directory. In de Azure Active Directory Premium Plan 2. Exact. En die moet je wel bijbestellen, maar dan, het is tegen hele geringe kosten. Ja. En dan kun je, dan testen. Zit allemaal extra dingen. Ja, dan kun je al je medewerkers een fake mailtje sturen om te kijken van wie. Hoe reageert ze erop en dan is het daar aan de slag. Ja, de plan 2 versie. Nou, maar dat moet je nooit zomaar kopen, dan moet je een project van maken. Daar moet je zeker een project van maken. Ja. In een groot traject. Yes? Volgens mij, Robert. Zijn we er door? Zijn we er nu echt door? En Mike Jesslyn soms ook gewoon even het gras van Heel goed, maar daar zit ze. Henk zegt bedankt, dus ik denk dat we hierbij aan het einde komen. Ja, helder. Dankjewel allemaal voor het luisteren. De sessie komt beschikbaar, dus dat je het kan terugkijken of kan delen met je team. En ik zou zeggen, op naar de volgende, dus dankjewel. Top. Tot ziens.